Hoe staat het met de herinrichting van de woonboulevard? Goed. We zijn in gesprek met veel kandidaten. Op dit moment is de verbouwing van Monkey Town begonnen. Het dak is al verhoogd met ik denk een dikke 3,5 meter. En ja, dat is eigenlijk de aanvang van de vernieuwde woonboulevard. De woonboulevard had imagoprobleem. Klopt. Klopt. Het was wat ja, stoffig, suf. Nu komen er allemaal nieuwe, moderne ketens. Monkey Town is natuurlijk sowieso heel modern en jeugdig. Dus dit is het begin van een nieuwe, ja, nieuwe cultuur. Wat is uw functie in dit geheel van de herinrichting? Ik heb een heel klein stukje. En toevallig zit Monkey Town in mijn stukje. We zijn met heel veel kandidaten zoals Decathlon in gesprek. Ik denk dat Decathlon wel de belangrijkste kandidaat gaat worden samen met Monkey Town. En ja, het gaat de goede kant op, denk ik. Ja. En dat merkt u ook al in toegenomen bezoekersstromen? Nou, je merkt dat de mensen positiever. Het is niet zozeer dat het nu drukker is. Maar mensen gaan nu positiever nadenken over de woonboulevard. Van goh, eindelijk is het begonnen. Eindelijk komt de verandering. Eindelijk is ja, de vooruitgang. Dat merk je heel duidelijk. De woonboulevard is één. Maar er is ook nog een binnenstad die te lijden heeft onder het een en ander. Dat klopt, maar dat heeft niks te maken met de woonboulevard. Kijk, zoals een Monkey Town of een Decathlon gaat absoluut niet in de binnenstad. Kijk, en als de woonboulevard goed draait, profiteert daar de binnenstad ook van. En eigenlijk moet je een combi zien. De mensen die naar de woonboulevard gaan, heb je ook een kans dat ze naar de binnenstad gaan. Dus in feite versterken ze elkaar. Exact. Kijk, ik zal nooit het voorbeeld vergeten van Prinatal. Prinatal heeft ooit aangegeven vanuit de binnenstad, wij willen naar de woonboulevard, wij willen ruimte. Dat mocht niet, want er was bescherming van de binnenstad. Nou, zegt Prinatal, dan gaan we naar Hengelo toe, want daar mag het wel. En nu zit Prinatal helemaal niet in de Almelo en dat vind ik jammer.